Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast mijn goede vriend Paul Scheffer, hoogleraar Europese studies en NRC-economist. Paul. Goedemorgen, Ad. Fijn dat je er bent. Alle reden weer voor een goed gesprek. Laten we eerst maar eens beginnen met Amerika. Hoe heb jij naar de Amerikaanse verkiezingen gekeken? Nou, zoals heel wat andere Nederlanders, doorwaakte nachten. Ja? Ja, het blijft toch wel ontzettend vreemd als je er eigenlijk over nadenkt. Hoe dichtbij Amerika is. Ja, Ik zat er nog over te piekeren. Toen dacht ik, eigenlijk is Amerika veel dichterbij dan België of Duitsland. Ja. Weet je, er sterft iemand in het Supreme Court. Die wordt vervangen. En daar weten we veel meer van dan wat er in het grondwettelijk hof in Karlsruhe gebeurt. Hè, met enorme implicaties voor Europa. Weten we helemaal niks van. Weet ook niet wie daarin zitten. Weet ook niet hoe de verhoudingen daar zijn. Belgische verkiezingen. In België is een hele interessante ontwikkeling gaande. Ja. Heel interessante regering gevormd. Die wel eens voorbode zou kunnen zijn voor wat er volgend jaar in Nederland gebeurt. Dat volgen we nauwelijks. Ja. Maar elke staat in Amerika, Georgia, Pennsylvania, Arizona, we volgen het allemaal op de voet. Dus dat is echt toch wel iets. Mij schoot een zin door het hoofd van Huizinga. Die zei van het centrum van Nederland ligt op een virtueel punt in de oceaan. Schreef hij. Onze westelijke blikrichting is eigenlijk de kern van onze identiteit. We zijn eigenlijk nauwelijks verbonden met het continent. Maar zitten met onze continent met onze rug leven naar het continent. We kijken naar Amerika. En natuurlijk vooral voor de oorlog, toen hij dat schreef, naar Groot-Brittannië. Maar die westelijke blikrichting, die oriëntatie op de Atlantische kant, dat zit er in Nederland heel diep in. Ja, het zit er in Nederland in. Maar goed, het heeft natuurlijk ook alles te maken toch met ook de hele geopolitieke positie natuurlijk van Amerika. Wat er op het spel staat. Maar ik vond het dit jaar ook wel heel bijzonder. Hè? Ik moet zeggen, ik heb het gevoel alsof de verkiezingen 4 jaar geleden hadden we al heel veel aandacht voor Amerika. Ja. Maar dat het nu nog sterker is geworden. En tegelijkertijd is Amerika natuurlijk ook een soort van spiegel. Amerika is de nieuwe wereld. Het land dat uitdrukkelijk ook een multiculturele samenleving is. Dan raken we ook wel aan jouw thema. Ook een land wat in verschillende opzichten, zeker na de, denk ik, de culturele revolutie van de jaren 60, met zijn popmuziek, met de hele, laten we zeggen, Amerikaanse geest van vrijheid, die toch het hele Westen heeft aangestoken, ook wel een voorbeeldland geworden in heel veel opzichten. Ook wat multiculturaliteit betreft. Er wordt ook heel vaak ook die vergelijking gemaakt. Daar gaan we het zo over hebben, maar toch eerst naar die verkiezingsuitslag. Ja. Wat mij opviel in die uitslag, was natuurlijk dat menigeen is opgevallen. Namelijk hoe dicht bij Trump nog is gekomen. Ja. Dus je kunt zeggen, 4 jaar geleden was zijn overwinning was natuurlijk heel nipt. Ja. Je kunt zeggen, dat is toeval, hè, want die verschillen waren klein. Je had net zo goed de andere kant uit kunnen vallen. Maar het feit dat een kandidaat als Trump zo dichtbij kwam en het dus won, was op zichzelf zij al voldoende. En het feit dat nu 4 jaar later, na toch vrij chaotisch presidentschap, met een pandemie die in Amerika toch wel op een hele rommelige manier is bejegend, en vooral Trump heel inconsistent daarop gereageerd heeft, en eigenlijk dus de centrale belofte van alle populisme: wij zijn beter in staat om de bevolking te beschermen dan de elites van de leer. Nou ja, daarin heeft hij natuurlijk geweldig gefaald. Dus ik denk dat dat ook wel de doorslag heeft gegeven in menig opzicht bij deze verkiezingen. Maar dat hij nog zo dichtbij is gekomen en dat het ook de andere kant uit had kunnen vallen, heeft mij wel enorm verbaasd. En het laat opnieuw zien dat het inzicht, vooral in de kringen van de Democratische Partij in Amerika, toch problematisch is in die zin dat men echt een louterende landslide had verwacht. Hè. We spoelen in één keer met een enorme golf, spoelen we de bittere smaak van 4 jaar Trump, spoelen we weg. Nou ja, dat is natuurlijk niet gebeurd. Nou ja, sterker nog, de Senaat blijft gewoon in handen van. Nou, dat zullen we nog zien, maar goed, die kans is vrij groot. In ieder geval zitten ze ook qua stemverhoudingen toch bijna wel op 50-50. Ja, alles.
Nou ja, dus de popular vote, ja. Hè, dat is natuurlijk wel interessant. Dat gewoon het aantal stemmen Biden toch wel behoorlijk veel meer had. Clinton had al 3 miljoen stemmen meer, Biden nu 5 miljoen stemmen meer. Maar goed, 70 miljoen mensen hebben op Trump gestemd. En dat laat natuurlijk wel een kant van Amerika zien waar we over moeten blijven nadenken. En die hele verwachting van Trump graaft zijn eigen graf, een chaotisch presidentschap, die wordt helemaal weggevaagd. Dat is in ieder geval niet gebeurd. En dat dwingt ons dus om opnieuw alle vragen die daar aan de orde zijn. En ook Amerika's spiegel, het populisme in de Anglo-Saxische wereld. Maar natuurlijk ook het populisme, de betekenis daarvan in continentaal Europa. En nu is dus heel duidelijk ras ook een voorwerp geworden van de Amerikaanse verkiezingen. Althans, dat is door Biden ook uitdrukkelijk ingebracht. Opmerkelijk genoeg zie je wat in de uitslag dat eigenlijk Trump meer, laten we zeggen, donker of gekleurde Amerikanen naar zich toe uit weten te trekken dan 4 jaar geleden. Maar je ziet ook dat toch ook neem Clarence Owen bijvoorbeeld. Zo'n een hele vitale twintiger. Candace Owen, ja. Die dan heel uitdrukkelijk eigenlijk zo'n republikeinse agenda, zelfs Trump, aanhangt. Geen domme dame op zichzelf. Ja. Hoe kijk je naar, laten we zeggen, die discussie waar ras is ingezet, maar waar toch eigenlijk de uitkomst veel minder eenduidig is dan je zou verwachten? Ja, het begint ermee dat er een theorie is, en vooral ook in democratische kringen, dat eigenlijk de Republikeinen als witte partij geen verkiezingen meer kunnen winnen in een Amerika dat demografisch zo verandert. Ja. En waar de minderheden straks gewoon de meerderheid zullen zijn over 2 of 3 decennia. Dus dat eigenlijk de demografische ontwikkeling van Amerika eigenlijk in de richting uitgaat van de democratische partij. Wat blijkt natuurlijk is dat een ontzettend bevoogdende manier is om te kijken naar migranten, naar kinderen van migranten. Maar ook naar de zwarte bevolking die natuurlijk de uitkomst is van een geschiedenis van slavernij. Namelijk het idee dat je niet gekleurd zou kunnen zijn en conservatief. Ja. Dus het blijkt dat 1/3 van de Latino's, en bijvoorbeeld in de staat als Florida heeft Trump daar gewonnen om die reden. 1/3 van de Latino's stemt op Trump. 1/3 van de Asian Americans heeft op Trump gestemd. In de zwarte gemeenschap is dat 90% stemt nog steeds voor de Democraten. Maar ik kan me de uithaal van Biden nog herinneren ten opzichte van een zwarte radiohost toen hij zei: "If you haven't figured out yet, if you vote for me or Trump, you ain't black." Ja. Dus het hele idee van wij zijn de partij van de minderheden. Ja. En dat die hele politisering van etnische verschillen is buitengewoon problematisch. Trump heeft natuurlijk impliciet vaak, soms ook heel expliciet, een appel gedaan op het Witte Amerika. Maar je ziet dus die identiteitspolitiek op elkaar inwerken. En dat is geen goede ontwikkeling. En dat ontwricht het land. Nou, heb je in een van je columns in de NRC Handelsblad eigenlijk ook gezegd, die boodschap van Biden, die is eigenlijk toch gedateerd. In de zin van dat daar komt iets tevoorschijn waarin die op een bepaalde manier niet de thema's opneemt die nu ook spelen. En dan even los van of je voor of tegen Biden bent, maar wel even willen vaststellen dat ik het wel een zegen vind, eerlijk gezegd, dat Biden heeft gewonnen, zeker vanuit een Europees gezichtspunt. Want je moet je niet onderschatten wat het betekent dat Trump eigenlijk gewoon het verschil tussen democratie en autocratie in zijn verhouding tot Europa eigenlijk helemaal weg heeft geschoven. Eigenlijk de indruk wekte dat hij het makkelijker vond om te gaan met Poetin dan met Merkel. Want juist in een wereld waar de autocratieën in opkomst zijn, denk aan Erdogan, denk aan Xi Jinping, denk aan Poetin, denk aan Bolsonaro in Brazilië. In zo'n wereld is het natuurlijk van levensbelang dat democratieën, dat die elkaar weten te vinden. Dus dat Trump die lotsverbondenheid zo onder druk heeft gezet. Ja. Alleen al om die reden zou ieder weldenkend mens, vind ik, vanuit een Europees gezichtspunt moeten zeggen van: het is een zegen dat Biden het heeft gewonnen. Ja. Vervolgens komen alle vragen: is Biden na een politieke carrière van 50 jaar de ultieme insider in Washington wel degene die
ziet wat de problemen zijn die een onbekommerde globalisering met zich meebrengen. Onbekommerde keuze voor vrij handel. Dus is hij degene die een nieuwe agenda gaat formuleren, waarin toch een aantal van de vragen die door die beweging van Trump zijn opgeroepen, op een andere manier, maar wel beantwoord. Nou, daar heb ik wel mijn vraagtekens bij. Ik denk dat Biden, dat zullen we dus zien, hè, of hij dat echt heeft begrepen, die les. Of dat hij toch weer in het spoor aanhaakt van Clinton en Obama. Ja, nou ja, ik denk dat het in ieder geval bij een deel van de Republikeinse aanhang natuurlijk wel de grote zorg is. Of hun weerzin is bijna tegen dat establishment, hè. Ja, dat is een. Maar goed, ik vind zelf. Kijk, wat ik zelf interessant vind, en ik weet niet hoe jij daar naar kijkt, maar ik moest ook denken aan op een bepaalde manier aan het Romeinse Rijk. Dat is niet per definitie nou een heel hoopgevend scenario, maar dat je natuurlijk op een goed moment wel daar de balans hebt gezien tussen enerzijds het hele populistische publieke karakter en een meer conservatieve politiek. Dus in de ordening van de constitutie eigenlijk een soort senaat en de tribune, waarbij je een soort heel volkselement hebt en een vrij aristocratisch element. En ik heb op een bepaald moment als gedacht van ja, is hier eigenlijk rond die Republikeinse partij niet iets vergelijkbaar gaande? Zitten er niet dus aan de ene kant met de tribune een soort heel volkselement, wat ze vroeger nooit zo gehad hebben, maar heel volkselement in zo'n persoon als Trump, die dus inderdaad de gewone arbeiders weet te trekken. En tegelijkertijd toch ook een elite die niet achterlijk is. Hè? Want aanvankelijk dachten we die partij die splijt, maar dat is niet gebeurd. Het is dus een soort synthese opgetreden van dat volkse van Trump met iets van dat establishment binnen de Republikeinse Partij zelf. Dat zou wel eens een voorbode kunnen. Nou ja, goed, ik weet niet hoe jij daarover nou denkt. Nou ja, in ieder geval kan je zeggen dat in dat populisme het onbehagen in de democratie, zoals die zich heeft gevormd in de afgelopen 50 jaar, wel zichtbaar is geworden. Ja. En met name het gevoel van wij worden niet voldoende beschermd in een wereld die steeds wanordelijker is geworden na de val van de muur en na het einde van de Koude Oorlog. Dus ik zie de opkomst van het populisme in de westerse wereld ook als de uitdrukking van het machtsverlies van die westerse wereld. Er is een enorme kentering in de wereld gaande, met name door de opkomst van China, maar in mindere mate door straks de opkomst van India, Brazilië, noem maar op. En die hele leuze Make America Great Again. En in zekere zin, ook de leuze van Biden, Build Back Better, dus ook back. Er zitten allemaal ook wel bewegingen van het bezweren van een grootheid die er is geweest in de 20e eeuw. Maar de 21e eeuw zal niet de Amerikaanse eeuw opnieuw worden. Dus die relatieve neergang van Amerika in de wereld, en wat eigenlijk dus de ondertiteling van die leuze Make America Great Again is natuurlijk het besef, Amerika zal nooit meer die plek hebben die het had. Door de kentering van de machtsverhoudingen in de wereld. Ik zie het ook als een uitdrukking van dat relatieve machtsverlies en de onzekerheden die dat met zich meebrengt. Ja, maar goed, dus wat wel wonderlijk is dat ik dan traditionele aanhang van de Democraten, en in feite heb je het natuurlijk zelf al aangeroerd met, ja, is dat programma van Biden wel geschikt? Hè? Of op dit moment, wat gaat hij daar doen? Dat die traditionele aanhang voor een aanzienlijk deel toch ook achter Trump is gegaan. Op een manier waarin je zegt, er ontstaat bijna iets nieuws. Dus ontstaat een ander soortige politiek. Er ontstaat een scheidslijn waar je natuurlijk ook de problematische kanten van de meritocratie ziet. Namelijk tussen lager en hoger opgeleide, die op een hele verschillende manier naar de wereld kijken, ook verschillende kwetsbaarheden hebben. En nu moeten we het beeld in die zin relativeren dat Trump zeker niet alleen maar laag opgeleid. Biden heeft een sterkere positie onder de arbeidersklasse in brede zin. Trump heeft nog steeds meer aanhang ook gehad onder het rijkere deel van Amerika. Dus dat beeld is
toch wat ingewikkelder dan vaak wordt gesuggereerd. Maar het is zeker waar dat de Democratische Partij een deel van hun traditionele achterban hadden verloren. Ik denk de gematigde Biden, die voortdurend ook zijn afkomst uit de lagere middenklasse heeft aangeroepen, wel erin is geslaagd om natuurlijk, en dat zie je in Pennsylvania, dat zie je in Michigan, dat zie je in Wisconsin, om die staten, hè, de Rust Belt, weer terug te winnen. Dus in die zin is er wel, hebben ze wel iets van die lessen geleerd. Maar of Biden, laat ik zeggen, het in zich heeft om met een andere, op een andere manier te kijken naar de perverse kanten van de globalisering. Dus bijvoorbeeld gaan men nu echt de grote techbedrijven, worden die nu echt belast? Komt daar nieuwe regulering? Gaat die ook op het gebied van migratie proberen de problematiekanten van de illegale migratie toch terug te dringen? Al dat soort vragen die te maken hebben met globalisering, met grensoverschrijding. Het is de vraag of de Democraten dus een programma hebben dat op die vragen een ander antwoord geeft dan Trump. Maar wel degelijk die zorgen die daarin tot uiting kwamen serieus blijven nemen. Nou was natuurlijk, ik refereerde er zo even al aan, en ras natuurlijk een belangrijk thema in deze verkiezingen. We hebben ook de hele opkomst gezien in 2020 van die Black Lives. Dat bestaat natuurlijk al langer, maar tot uitbarsting gekomen. Ook daarvan geldt dat Amerika centrum van de westerse wereld is. Dat we zien ook dat Europa plotseling ook opnieuw dat thema eigenlijk met dat thema geconfronteerd werd. Dat het hier ook een hele dynamiek opriep. Je hebt daar zelf ook over geschreven de afgelopen tijd. Je bent natuurlijk al lange tijd met heel het vraagstuk rond migratie in de weer geweest. Als we vanuit Amerika toch eens even nu gaan kijken naar Europa. We zien dat de neiging bestaat binnen Europa om erg het Amerikaanse jargon over te nemen. Ja. In allerlei opzichten. Gebeurt ook aan de universiteiten, die natuurlijk ook verengelsen, die vervolgens eigenlijk in dezelfde taal gaan spreken over de rassenproblematiek hier als die in Amerika. Ja. Zou je toch een paar even kort. Is die vergelijking van als we naar die twee geschiedenissen kijken, van wat gaat daar dan mis in jouw ogen? Nou, wat er misgaat is in de eerste plaats dat mensen, als ze naar Amerika kijken, gewoon niet voldoende de geschiedenis van de slavernij en 100 jaar gedwongen segregatie die daarop volgde, dus de geschiedenis van zwart Amerika, niet duidelijk onderscheiden van de geschiedenis van de migratie in Amerika. Dat is een enorm verschil. Tot op de dag van vandaag, als je kijkt naar de segregatie. De segregatie, de ruimtelijke scheiding van bevolkingsgroepen. De zwarte gemeenschap in steden als Chicago, Boston, New York. De segregatie is daar vele malen dieper dan van migrantengemeenschappen in Amerika. Dus de tweede generatie, mensen met een Aziatische achtergrond, maar ook in de Mexicaanse gemeenschap, veel meer sociale mobiliteit, veel snellere vooruitgang dan in die zwarte gemeenschappen die al honderden jaren in Amerika zijn. Voor een groot deel althans. Je hebt natuurlijk ook nieuwe migratie uit Amerika, uit Afrika. Obama is natuurlijk zelf een product van die migratie geweest. Maar Obama was ook een relatieve buitenstaander ten opzichte, als kind van een migrant, ten opzichte van zwart Amerika. Daarom werd hij ook aanvankelijk gewantrouwd. Maar ja, als je, als je dus denkt aan termen als institutioneel racisme, dan vind ik die volstrekt gerechtvaardigd als het gaat om de positie van zwarte Amerikanen. Dus laat ik zeggen, dingen als voter suppression, dat gewoon in een Europese context, dat echt zwarte kiezers systematisch worden ontmoedigd en tegengewerkt om te gaan stemmen. Dat het moeilijk is om hypotheek te krijgen. Dat de ghetto-vorming, de enorme armoedeproblematiek, de hoge mate van aantal mensen uit die zwarte gemeenschap die in de gevangenis zitten. Al dat soort verschijnselen, bijna de pathologie van die geschiedenis, is absoluut verschillend van de geschiedenis van migrantengemeenschappen in Amerika. Dus er is een geweldig verschil tussen slavernij, gedwongen migratie, en daarna, na de afschaffing van de slavernij in 1863, trouwens precies in hetzelfde jaar als in Rusland, de horigheid werd afgeschaft.
Er komt nog eens een keer 100 jaar gedwongen segregatie. Het is helemaal niet een segregatie die een eigen keuze of min of meer een maatschappelijk patroon is. Gewoon met wettelijke middelen en dwang en geweld afgedwongen segregatie. En dat is een geschiedenis die tot de dag vandaag doorwerkt. Dus ik vind dat soort begrippen die ook in die context zijn ontstaan, die horen ook in die context thuis. Als je dan naar Europa kijkt, hebben wij gewoon te maken met een migratiegeschiedenis. Dus ook de mensen uit de Surinaamse gemeenschappen in Nederland is natuurlijk... Nou, die zijn hier natuurlijk hoofdzakelijk migranten 70, 80 naartoe gekomen. Ja, en als je ziet, die volgen het patroon van de migratie. Dus je ziet daar veel meer sociale mobiliteit, veel minder diepe segregatie. En met name als je kijkt naar de tweede of derde generatie, zie je enorm zie je genoeg vooruitgang. Dus ik snap ook niet hoe in Nederland dezelfde mensen die zeggen van, ook vaak een kritiek op wat ik had geschreven, die mij te pessimistisch vonden. En zeiden, er is veel meer vooruitgang in de tweede generatie. Dus kinderen van migranten doen het veel beter dan jij had verwacht. Laat staan de derde generatie. Nou, daar kan ik best wel wat kanttekeningen bij maken, maar daar gaat het nu niet om. Maar diezelfde mensen die ze hebben over spectaculaire vooruitgang in Nederland, typeren Nederland tegelijkertijd aan de hand van het Amerikaanse voorbeeld als een land wat ten diepste geconfronteerd wordt wijdverbreid institutioneel racisme. Ik vind dat een overstatement. Ik zie, die hele toeslagenaffaire zit natuurlijk ook een connotatie in van, daar spelen wel degelijk zeker voordelen en patronen van discriminatie een rol. Dus daar sluit ik mijn ogen helemaal niet voor. Maar je kunt niet tegelijkertijd zeggen dat er spectaculaire vooruitgang is, heel veel sociale mobiliteit, dat segregatie afneemt aan de ene kant en aan de andere kant dat het ten diepste institutioneel racisme is. Want in Amerika gaan die dingen dus niet samen. Het is heel duidelijk dat institutioneel racisme betekent in de praktijk heel geringe sociale mobiliteit en duurzame segregatie die zich van generatie op generatie voortzet. Dus die patronen, die pathologie in Amerika, die gelden al in Amerika niet voor migrantengemeenschappen. Laat staan dat je dat beeld zomaar kunt overplaatsen naar Europa. Dus ik vind dat daar echt een paar, gewoon ook empirisch, maar ook normatief, een heleboel vragen worden gemist. Ik snap de urgentie om te spreken over waar de discriminatie op de arbeidsmarkt is. Moeten we het over hebben? Als er dingen bij de politie fout gaan, moeten we het daarover hebben. Maar dat iemand als James Kennedy, toch een gerespecteerd historicus, namens zijn instituut schrijft dat er in Nederland op een vergelijkbare manier omvangrijk geweld is van politie tegen minderheden, en dan niet met hele concrete voorbeelden kan komen, laat staan op een schaal als die in Amerika, dat vind ik echt zeer problematisch. En de woorden doen er toe. En om Nederland te karakteriseren als een land wat in de greep is van een wijdverbreid institutioneel racisme, vind ik echt een paar stappen te ver gaan. En nogmaals, dat betekent niet dat je je ogen sluit voor patronen van discriminatie, of dat het moeilijk is voor mensen met een Marokkaanse achternaam om een stageplek te krijgen. Al die voorbeelden kennen we. Dat is genoeg om te doen. Maar dat is toch wel wat anders dan de situatie in Amerika waar het gaat om de zwarte gemeenschap, die echt de uitkomst is van 200 jaar slavernijgeschiedenis en nog eens een keer 100 jaar gedwongen segregatie, met alle ghetto-vorming die wij in Nederland op die manier toch echt niet kennen. Ja, en het is inderdaad ook opvallend natuurlijk dat wij die grote verkleuring, natuurlijk, die hebben we de afgelopen decennia doorgemaakt. Amerika is in dat natuurlijk een land dat in dat opzicht natuurlijk al lang verkleurd was, of die wel meer kleurig was. Het is ook opvallend dat men zo op kleur hamert in dit verband. Ik vind dat ook iets. Dus in Amerika is natuurlijk die term zwart-wit ontstaan. Inmiddels heeft dat plaatsgemaakt voor people of color, is het mogelijk. Ja. Maar goed, in dat begrip wordt dus precies dat verschil wat ik probeer te duiden. Dat wordt eigenlijk verhuld. Dat wordt gewoon wegge. Ja, want dan is en dan is eigenlijk iedereen die dus, niet lang zeggen, is. Die worden allemaal, al die ervaringen, terwijl ik de tragedie van de zwarte gemeenschap in Amerika, ik heb daar dus echt veel over gelezen en ook veel met mensen gepraat als ik in Amerika was. En laat ik zeggen, ik zat gisteren nog te kijken naar weer een van die Netflix documentaires waar je dan het justitiesysteem ziet hoe dat zich richt tegen
jonge zwarte mannen in die steden in Amerika. Gewoon de totale onrechtvaardigheid van het systeem. En dat, ik zeg het, die tragedie. Als je het werk van Baldwin leest, maar ook verder teruggaat in de geschiedenis. Booker T. Washington. Ik heb dat allemaal gelezen. Dus wat er in een eeuw is geschreven tussen 1880 en 1960. Nou ja, als je dat tot je door laat dringen. Voor mij is dus term racisme is echt de nulpunt van beschaving. Dat is voor mij echt, laat ik zeggen, het absolute dieptepunt. En daarom ben ik voorzichtig met het gebruik van dat woord in een context als de Nederlandse. Niet omdat ik daarmee gewoon echt reële vragen rond discriminatie uit de weg wil gaan. Dat, en ik vind het ook goed dat mensen daarvoor op straat gaan. En ik vind het ook goed dat het daarover gaat. En het is ook raar dat er in de Tweede Kamer een debat is over die vragen. En dat we dus geen enkele partij op dit moment iemand uit de Surinaamse of Antilliaanse gemeenschappen hebben die in die Kamer zit. Dus die vragen die moeten opgeworpen worden. En het is goed dat daar urgentie is, goed dat daar jongere generatie, het allemaal helemaal aan mij besteedt. En ik wil me dat ook echt open voorstellen. Ik ben ook echt op zoek gegaan naar gesprekken met mensen. Mm-hmm. Ik heb een goede vriend van mij, Arthur Kibbelaar. Ja, stond in de groene Amsterdammer. Ja. Een lang gesprek gevoerd, omdat ik me ook bloot wil stellen aan al die vragen. Maar een begrip als white privilege bijvoorbeeld, wit privilege, vind ik dus echt een ten diepste problematisch begrip. Waarom? Omdat het eigenlijk zegt het feit dat ik bijvoorbeeld niet willekeurig word aangehouden door de politie, is een voorrecht. Terwijl ik zou zeggen, nee, het is een onrecht dat er mensen willekeurig worden aangehouden als er geen redenen voor zijn. Dat is een onrecht, moet het over het onrecht hebben. Maar het is toch heel raar om non-discriminatie ineens als voorrecht te gaan definiëren, terwijl juist je zou moeten blijven bij het gewoon het simpele vaststelling dat patronen van discriminatie dus vormen van onrecht zijn. Dus al die subtiele veranderingen in de taal, allemaal ontleend aan Amerika, aan een context waarin die vragen, waar het over de zwarte gemeenschap gaat, echt gerechtvaardigd zijn, maar niet zomaar mogen worden overgeplaatst naar Nederland. En nou ja, ik vind dat wat dat betreft dus gewoon eigenlijk ook wel veelzeggend. Aan de ene kant kun je zeggen, het is mooi. Ik ging zelf ook de straat op over de oorlog in Vietnam. Mm-hmm. 50 jaar geleden. Ja, bijna 50 jaar geleden. Jezus, dat is wel heel lang geleden. Dus ja, Amerika raakt ons. De verbeelding van Amerika is bijna onderdeel van onze geleefde werkelijkheid. Dus ik snap dat wat er met George Floyd is gebeurd, mensen raakt. Maar het is natuurlijk ook wel, het zegt ook wel iets dat, dat gewoon de aanleiding dus niet in eigen land ligt. Maar toch gewoon eigenlijk daar wordt gevonden. Ja. En dat er zo de pleinen stromen vol voor een politionele moord in Amerika. Ja, precies. Ja. Wat in ieder geval daardoor gebeurt, is dat eigenlijk een identiteit wordt gecreëerd. Waarin je zelf ook hebt gezegd, van, nou, bijvoorbeeld wanneer je people of color gebruikt, dan verdwijnt eigenlijk ook dat onderscheid, hè, die zich gaat naar de huidskleur toe. Terwijl dat qua geschiedenis al niet terecht is, maar ook qua sociaal-culturele positie niet terecht is. Ja. Dus de huidskleur begint een symbool te worden daarin. Ja. Maar omgekeerd definieert het natuurlijk ook de blanke als, de witte, of nou ja, wat moet je tegenwoordig zeggen. Wij houden het maar even bij blanke. De blanke als degene die, omdat hij dan in de oppositie wordt gedefinieerd, degene is inderdaad bevoorrecht is, maar ergens ook dus de burden, de schuld draagt. Dus het is Ik heb er zelf geen, kijk, de hele discussie over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog hebben we geleerd dat je een verschil moet maken tussen collectieve verantwoordelijkheid voor het verleden en collectieve schuld. Schuld is altijd individueel. Er is niet zoiets als een collectieve schuld. Dat is wel verantwoordelijkheid. En hoe definieer je die verantwoordelijkheid ten opzichte van een geschiedenis, van een koloniale geschiedenis bijvoorbeeld? Ik ben zelf ambassadeur geworden van het slavernijmonument in 2002, dus bijna 20 jaar geleden. En waarom? Niet omdat ik mij, dat zou ik een moreel overstatement vinden, mij direct verantwoordelijk voel voor de daden van verre voorouders, maar ik voel me wel zeer verantwoordelijk voor de herinnering aan die daden.
En ja. Daarom vond ik dus de symboliek van een monument dat zegt, kijk, dit is onderdeel van de Nederlandse geschiedenis. Die Nederlandse vrijheden zijn met vallen en opstaan tot stand gekomen. En er valt in termen van de verwerking van het koloniale verleden absoluut nog genoeg te doen. Ja, ik maar vind dat dus is die zoektocht ja. vind ik een... Maar die zoektocht verbreedt onze horizon. Ja, nee, absoluut. Maar dan heb je het in feite toch ook over, in termen van verantwoordelijkheid, over een bepaalde continuïteit, waarin je zegt, je hebt een verantwoordelijkheid ook in de richting van je ouders, voorouders en voorvaderen. Ja. Zoals dat bij de Duitsers eigenlijk ook speelt. Dat betekent niet dat de huidige Duitser, dat die schuldig is aan de Holocaust, nee. Maar die heeft wel een bijzondere verantwoordelijkheid, omdat hij in die traditie staat. Ja. Waar inderdaad ook deze schandvlek deel van is. Maar ik doel iets anders. En dat is ook een dynamiek die je wel herkent, denk ik. Dus op het moment dat je dus dat onderscheid tussen verantwoordelijkheid en schuld door elkaar gaat laten lopen. Dat eigenlijk dat historische verschil niet meer het eikpunt is. Maar dat de huid zelf eigenlijk onderdeel wordt met alles wat daarbij hoort, microagressie, dat ik niet doorheb dat hoezeer ik eigenlijk een ander aan het kwetsen ben, dat ik zelf eigenlijk partij aan het worden ben in diezelfde misdaad. En daar begin je natuurlijk alleen al op het grond van het feit dat je een huidskleur hebt. Nou ja, het is gewoon een dichotomie. Ik bedoel, de wereld wordt in twee delen opgesplitst. Precies. En laat ik zeggen, wat mijn vrees is, is dat het antiracisme een spiegelgevecht aangaat met het racisme. En eigenlijk in dat spiegelgevecht veel meer overneemt. Dus bijvoorbeeld, dat is natuurlijk gaaf. Ten diepste, het racisme was de one drop of blood rule. Dat iemand die ook maar één druppel had, zoals het toen genoemd werd in het oude Amerika, van zwart bloed, dan was je zwart. Dus laat ik zeggen, die dichotomie waarbij alle mengvormen die een samenleving rijk maken, die natuurlijk op duizenden een plekken in Nederland, met gemengde huwelijken, maar ook gewoon alle verbindingen die er ontstaan, die worden dan ontkend. Maar ook wordt er eigenlijk, zeg maar, spiegelbeeldig de ontmenselijking die in het racisme zit. Over mensen reduceren tot hun huidskleur. Ja, die worden overgenomen. En eigenlijk biologie en cultuur één op één met elkaar relateren. Terwijl natuurlijk iedereen snapt en ook nog eens een keer in hiërarchie van rassen. Nou, dat klassieke racisme, waarvan ik eerlijk gezegd voor mij een ontdekking was, hoe wijdverbreid dat was. Ook in de academische wereld. In de 19e eeuw, eind 18e eeuw, ook een product mede door de verlichting werd gedragen. Eigenlijk als een uitkomst van wetenschappelijk onderzoek werd gezien, moderne antropologie. Heeft daar voor een deel een eind aan gemaakt. Maar laat ik zeggen, dat beeld waarbij je dus mensen tot een huidskleur reduceert, dat kan natuurlijk makkelijk spiegelbeeldig worden, dat iedereen die wit is, of blank, of hoe je het ook wil noemen, ook wordt gereduceerd tot een idee, tot een wereldbeeld, tot een drager van een geschiedenis. Dat je dus eigenlijk, laat ik zeggen, de hele simpele vraag, namelijk dat er meer en minder bevooroordeelde mensen zijn. Als je al die documentaires ziet over When They See Us, en nou die documentaire die ik net zat, Trial 4, het is allemaal over hoe het justitiële systeem in Amerika werkt tegen zwarte jongeren, zwarte mannen. Dan zie je dat in al die geschiedenissen de mensen die rechtvaardigheid daar zoeken, dat dat dwars door dit kleurverschil heen gaan. Je ziet heel veel witte advocaten die 10 jaar lang met volledige passie en toewijding het opnemen voor deze slachtoffers van een justitieel systeem, wat je inderdaad, waar raciale vooroordelen gewoon absoluut een rol spelen. En dan zie je dus dat gewoon de geleefde werken, ook van de Civil Rights Movement, daar liep gewoon absoluut wit en zwart door elkaar. En ook in die demonstraties in Nederland, naar aanleiding van George Floyd, was het natuurlijk opvallend om te zien hoe alle kleuren daar door elkaar liepen. Dat zou ik willen vieren, dat zou ik willen omarmen. En niet een beeld van de werkelijkheid waarbij we dus eigenlijk het spiegelgevecht aangaan op basis van kleur, er meer kapot gaat dan we eigenlijk aan ruimte elkaar gunnen. En je wordt in feite ook door die polarisering zelf, of je nu wil of niet, geracialiseerd. Hè? Zo noem ik het de laatste jaren. Dus dat ik
ook bij mezelf me eigenlijk heb ontdekt dat ik nu veel sterker dan toen ik 20 was, een blanke man ben. Dus tot een bepaald ras behoor. Dat is niet mijn oriëntatie overigens, maar dat is waar je op een goed moment mee geconfronteerd wordt. Dus je wordt er zeker eens zelf in het frame geplaatst en bejegend vanuit, waardoor je bij jezelf ook iets gaat gebeuren. Ja, maar goed, alles in mij zegt dat ik me daar niet naar wil voegen. Nee, dat geldt. Integendeel, ik ben opgegroeid in een gezin waar voor een deel een geschiedenis, een Joodse familie, voor een deel uit Duitsland. Dat is een lijn in onze familiegeschiedenis. Nou, na de oorlog was racisme vooroordeel, dat was wel ongeveer bij ons, werd dat er ingehamerd, dat echt het nulpunt van alle beschaving was. Dat absoluut not done was. Dus daar echt heel erg door gevormd, door die geschiedenis. En die draag ik in me en die ga ik ook op. Daar wil ik ook bij blijven, omdat ik dat een heel belangrijke intuïtie vind. Ja, en ik heb geen zin om het te voegen naar een beeld van de werkelijkheid, dat die werkelijkheid op die manier opknipt in tweeën. Maar dat betekent niet dat ik niet me open wil stellen. En dat is natuurlijk gewoon in het moment dat je zoveel polarisatie is. En ik heb ook zo vaak zelf bittere verwijten naar mijn hoofd gekregen over de vooroordelen die ik zou hebben. En ik wil al dat zelfonderzoek met alle plezier doen, dat meen ik echt. Laat ik zeggen, die zoektocht naar het Nederlands verleden, dat vind ik echt iets, daar praten we te makkelijk over. Ik spreek mensen die zeggen, ja, maar voor ons is slavernij echt ook wel familiegeschiedenis. Laat dat meer tot je doordringen. Laten we dat voldoende tot ons doordringen. Nou, in ieder geval, dat hebben we niet gedaan. Stap voor stap. En dat zijn pijnlijke vragen, want je kijkt natuurlijk in het verleden van een land waar je voor een deel mee vereenzelvigt. En dat verleden heeft natuurlijk echt wel hele rauwe en lelijke kant. Absoluut. Nou, maar dan moeten we dus wel echt onszelf dwingen om daarbij stil te blijven staan. Dat goed onder ogen te zien. Dus die hele zoektocht, dat hele gesprek. En dan is vervolgens de vraag, in welke mate werkt dat verleden? Wat we dus niet echt hebben afgesloten, zou je kunnen zeggen, door in het heden. Ik vind dat sommige mensen daar dus veel te makkelijke conclusies over trekken. Veel te veel één op één doen, alsof al die koloniale erfenis tot vandaag hier doorwerkt. Kijk, in een koloniaal systeem kan de burgemeester van Rotterdam echt niet een migratieachtergrond hebben. Of de burgemeester van Arnhem of de burgemeester van Almere. Ja. Dus er is natuurlijk echt, Nederland is aan het veranderen. Ik zag ook die demonstraties eigenlijk als het symbool van een verandering die Nederland al aan het doormaken is. Niet iets wat ver weg ligt voor ons, maar waar we al middenin zitten. En Nederland is een land, want als je gewoon naar de demografie van Nederland kijkt, Nederland zal straks over 20, 30 jaar zo ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking zal zijn achtergrond hebben in de naoorlogse migratie. Dan heb je het al over 4 generaties. Maar dat is een enorme verandering van de Nederlandse samenleving. En ik denk dus ook dat die demografische verandering gaat ook patronen van discriminatie op de arbeidsmarkt in toenemende mate onder druk zetten. Om de eenvoudige reden dat in toenemende mate gewoon de beroepsbevolking een migratieachtergrond in Nederland zal hebben. Nu al, straks nog meer. Dus laat ik zeggen, maar daarover te willen nadenken, een samenleving die niet aan anderen kan voorhouden die hier naartoe komen van gelijke behandeling, gelijkwaardigheid zijn essentiële normen in deze samenleving, die moet zichzelf in de spiegel willen kijken. Ja. En ik vind, dat mogen we wel 10 keer tegen elkaar zeker zeggen. Blijf het ook zeggen, ik wil naar een andere dynamiek. Ja, maar voordat we toekomen aan het maar. Ik wil naar een andere dynamiek. Toch, maar. He, want, omdat natuurlijk hier vanzelf ook het risico gaat ontstaan van een vorm van polarisatie waarin je eigenlijk datgene waar het om gaat, namelijk een vrije samenleving, waarin je eigenlijk een wederzijdse erkenning op basis ook van gewoon kwaliteiten, bijvoorbeeld waar het gaat om de arbeidsmarkt, je positie verkrijgt, dat je juist verschuift in de richting van een nieuwe vorm van tribalisering. Dat is een term die we natuurlijk nu ook steeds vaker tegenkomen. Zou het risico bestaan, en dat zie je natuurlijk
ook in de geschiedenis. Laten we maar eens kijken naar wat er gebeurd is in de voormalige Joegoslavië bijvoorbeeld. Van een soort het nieuw terugkeren van etnische motieven die dusdanig eigenlijk een spanning teweeg brengen dat een land zelf eraan bezwijkt. Ik ga niet naar dat rampscenario. Nee, maar daar zijn dus, laat ik zeggen, waar het om gaat is, wat stellen we daar tegenover als we dat als een risico zien? Nou ja, ik stel er drie dingen tegenover, heel simpel. Namelijk, dat begint dus met veel scherper het eigen verleden te overdenken. Echt. Om gewoon te begrijpen, waar komen we vandaan? Nee, dat is één. Ja. Twee, wat ontbreekt in Nederland, en dat vond ik ook het teleurstellende in het Kamerdebat over racisme, noem maar op. Een beeld van hoe Nederland verandert door de migratie. Dus we hebben eigenlijk geen... We zitten midden in een tamelijk diepgaande verandering. En er is eigenlijk geen beeld wat er aan Nederland wordt voorgehouden van wat we meemaken en waar we naartoe gaan. Dus die lange termijn, dat probeer ik in mijn boeken te doen. Hè, die lange termijn, en daar kan je ook echt wel iets leren van Amerika. Dat is een geschiedenis vol conflict. Maar er ontstaat een nieuwe verbeelding van Nederland. Ik bedoel, je kunt Amsterdam je niets meer bij voorstellen zonder bijvoorbeeld zijn Surinaamse gemeenschap. Dus je ziet, dat wordt langzamerhand onderdeel van het verbeelde Nederland. Maar dat is een geschiedenis vol conflict. Daarbij gaat het ook dus over symboliek à la Zwarte Piet. Dat is het tweede element. Derde element wat ik zie, wat we echt nodig hebben, is een doordenking van onze instituties. Waar het gaat om vormen van discriminatie, gelijke behandeling, noem maar op. Maar dan is dat een uitnodiging aan iedereen. Er zijn natuurlijk ook vormen van vooroordeel in migrantengemeenschappen. Binnen migrantengemeenschappen, kijk maar binnen de Turkse gemeenschappen, is niet het voorbeeld van een hele... dat is een gemeenschap vol vooroordelen ten opzichte van elkaar. Zijn vooroordelen in migrantengemeenschappen ten opzichte van de rest van Nederland. Dus kortom, als ik het over vooroordeel heb, dan vind ik het eigenlijk zo'n sterk gebaar om dat aan iedereen die vraag voor te houden. Aan iedereen de vraag voor te houden. Als we het dan hebben over gelijke behandeling of gelijkberechtiging, willen we dan allemaal in dit land... Ja. Je kent ongetwijfeld Castells, die in zijn boek het tweede onderdeel van The Information Age over de power of identity, waarin hij juist zegt, dit thema van identiteit en identiteitspolitiek komt op eigenlijk door een zinverlies. Dat hangt ten diepste samen met het feit dat eigenlijk mensen niet meer goed leven weten waar ze voor leven. Het gevoel hebben dat ze eigenlijk ontworteld raken, ontheemd raken. Ja. Die gaan teruggrijpen op nieuwe vormen van identiteit. Zeker wanneer ze de traditionele staat met zijn burgercultuur, wanneer die erodeert, zie je dat eigenlijk religie en ras opnieuw terugkeren als oriëntatiepunten waar mensen een deel van hun houvast aan ontlenen. Dat is een heel ander verhaal. Dan heb ik het over iets, eigenlijk een andere problematiek van het heden, waardoor een deel van, laten we zeggen, van alle dynamiek die in het, waarvan de wortels in het verleden worden gezocht, of waarvan men nu zegt, ja, de ander is schuldig, hè, of de ander is in hoge mate verantwoordelijk, dat daar in de kern ook een behoefte zit aan een identiteit die misschien wel juist door polarisatie tot stand komt. Ja. Laat ik zeggen, zie je dat als een fataliteit? Nou, het wijst op een ander type opgave. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over een ander thema waar jij natuurlijk veel over geschreven hebt, hè, maar het ontstaan van de radicale islam in Europa. We hebben daar nu net natuurlijk in Frankrijk daar een toch wel gruwelijk tafereel kunnen zien in alles wat dat heeft losgeroepen. Je hebt daar ook over geschreven trouwens. Ja. Maar ook daar moet je zeggen, is een vorm van anders dan in dit geval huidskleur, hè, maar ook heel uitdrukkelijk identiteitsproblematiek die daar aan de basis ligt. Laten we afsluiten daarmee. Je dacht nog een licht onderwerp. Nog een licht. Nou ja, ook omdat het zo ook een thema is waar jij natuurlijk, en het hangt hier natuurlijk wel heel nauw mee samen. En dat is even om het inderdaad toch nog in een ander licht te zetten.
Hoe kijk jij op dit moment naar die ontwikkeling in Europa, die rond met name radicale islam, waar het gaat om deze thematiek waar we mee begonnen, globalisering. Dat is de making America great again, maar ook als je de globalisering als uitgangspunt neemt, en dat is in dit geval zeker ook terecht, dan is het natuurlijk zo dat al onze pacificatiestrategieën, die misschien wel in Nederland nog hebben gewerkt, maar natuurlijk oog in oog met een verschijnsel wat echt fundamenteel grensoverschrijdend is in alle betekenissen van het woord, namelijk natuurlijk ook gevoed wordt door wat er in het Midden-Oosten gebeurt, wat er in de Arabische wereld in bredere zin gebeurt. Het is maar de vraag of onze samenlevingen tegen die radicalisering die verbonden is met een wanorde in de moslimwereld zelf, de meeste slachtoffers van terrorisme zijn ook moslims, wat dat betreft. Dus laat ik zeggen, of wij de doorwerking, en dat is natuurlijk typisch een fenomeen ook van migratiegeschiedenis, dat buitenlands conflict wordt binnenlands conflict. Dus dat is een samenhang, en dat stelt vragen waar ik niet zomaar een antwoord op heb. Want laat ik zeggen, de rol ook van de westerse wereld in het Midden-Oosten, daar zijn ook wel zoveel problemen mee verbonden met al dat interventionisme en alle chaos die daar mede door die interventies, zeker niet alleen, maar mede door die interventies uit een lange geschiedenis zijn ontstaan. Daar zijn geen simpele antwoorden op te geven. Maar de uitlopers van die radicalisering zien we natuurlijk nu in eigen land. Bovendien vallen, zoals je zelf al zegt, heel veel slachtoffers helemaal niet in de westerse wereld, maar ook in niet-westerse landen. Ja, veel meer zelfs. Veel meer. Dat relativeert het niet per se, want ik bedoel, daarmee is wat er met Samuel Paty is gebeurd. En hij is maar één voorbeeld, wel een heel tragisch voorbeeld, in een veel langere keten van aanslagen en geweld. Dat is natuurlijk iets zonder precedent. In Frankrijk zie je nu wel dat men zich dat meer bewust aan het worden is. Het probleem in Frankrijk is natuurlijk, ik ben er zelf correspondent geweest, ik heb dat veel kunnen zien, dat die hele geschiedenis van het secularisme in Frankrijk, daar zitten natuurlijk twee houdingen lopen daar door elkaar. De ene is een strikte scheiding van staat en kerk, die in principe zou moeten willen blijven verdedigen. Dat betekent ook, heeft ook in het onderwijs, dat je zegt, godsdienstvrijheid en de vrijheid van godsdienstkritiek zijn onlosmakelijk verbonden met elkaars vrijheid. Als ik in de moskee word uitgenodigd om er iets over te vertellen, begin ik ook altijd daar. Ik zal altijd jullie vrijheden verdedigen, maar dat kan ik alleen maar als je ook de vrijheden van anderen wil verdedigen die zich kritisch uitlaten over het geloof. Dus dat is een productieve traditie. Maar er zit ook een problematische kant in dat Franse secularisme, namelijk dat die scheiding van staat en kerk makkelijk kan worden uitgelegd als de marginalisering van religie in het publieke domein. Dat is altijd wel een minderheidsuitleg geweest. Hè. Dat is nooit dominant geworden in Frankrijk, want de religie is onderdeel van het publieke domein. Maar het is wel heel belangrijk dat ook mensen in die moslimgemeenschappen, en dat zie je natuurlijk, dat is hoe de radicale islam gewoon die moslimgemeenschappen gijzelt. Want het is natuurlijk ongelooflijk belangrijk dat moslims, die gewoon hun burgerschap willen leven, dat die zich ook vrij voelen om hun geloof te beleven en niet het idee hebben, secularisme betekent dat alle geloof uit de publieke ruimte moet worden weggedrongen. Dus hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met godsdienstvrijheid, vrijheid van godsdienstkritiek? Nou, je ziet natuurlijk in Nederland, en dat is ook het slechte geweten van het CDA, want Donner was natuurlijk degene, minister van Justitie, die vlak na de moord op Theo van Gogh kwam met, we moeten een nieuwe wetgeving hebben op het gebied van blasfemie, godslastering. Nu komen mensen uit de moslimgemeenschap, na deze moord op Paty, komen ze met een vergelijkbaar voorstel, wordt woedend op gereageerd in de Kamer en met name door de Christen-Democraten, omdat die natuurlijk eigenlijk herinnerd worden aan hun eigen verleden, recente verleden. En eigenlijk zou je moeten zeggen, ja, dat zijn natuurlijk stappen die je niet moet zetten. Wat je moet blijven verdedigen, vind ik, en dat is ook een basis van wederkerigheid, is gewoon een doorleefd idee van godsdienstvrijheid, waarbij godsdienst dus ook onderdeel is van de publieke ruimte,
ook niet wordt gezien als een soort van anachronisme, maar ook wordt gezien als een bron van inspiratie voor heel veel mensen. Dus de godsdienstvrijheid voluit verdedigen en tegelijkertijd voluit blijven staan als onlosmakelijk met elkaar verbonden voor de vrijheid van godsdienstkritiek. En dus ook dat er cartoons kunnen worden gemaakt en misschien ja, beledigend nee, kunnen zijn. Maar goed, maar dat is... Nederlandse pacificatietraditie, dat gedogen in Nederland, dat ontwijkende, die vermijdingscultuur, de conflictvermijding in Nederland, leidt ertoe dat men enorm veel meer ruimte creëert voor intolerantie dan strikt genomen nodig is. Dus ja, die internationale verknopingen van radicale islam maken het echt in Nederland niet makkelijk. Maakt het voor Europa, heeft daar een collectief handelingsvermogen voor nodig. Nou, je ziet Macron en Kurz, je ziet daar nieuwe dingen gebeuren. Dus daar valt echt wel meer te doen dan we hebben gedaan. Maar tegelijkertijd is er dus, laat ik zeggen, wat Marcouch voorstelt, burgemeester van Arnhem, verbod van salafistische weekendscholen. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel ingewikkelde, er is al eerder heeft hij dat voorgesteld als Kamerlid. En je moet natuurlijk enorm uitkijken dat je niet ook daar het spiegelgevecht uitgaat. Dat je tegenover gewetensdwang, die wordt uitgeoefend in bepaald type radicale of veel strikt leerstellige islam, dat je die gaat beantwoorden met andere gewetensdwang. Dus je moet altijd uit dat spiegelgevecht zien te blijven. Nou ja, maar kijk, waar ik op aansloeg, hè, we moeten het gaan afronden ook hoor. En we gaan het ook zeker niet oplossen. maar is dat. Kijk, ik zie zelf wel een overeenkomst tussen enerzijds de opkomst van Black Lives Matter en radicale islam. In de zin dat er een vorm van antagonisme werkzaam is. Je hebt de vijand nodig, of de en soms zelfs ook een slachtoffer idee. Om in zekere zin ook je eigen positie te definiëren. Dan krijg je eigenlijk een samenleving die per definitie gepolariseerd is, bijna als een uitdrukking van een dieperliggende vervreemding. Ik denk dat de aantrekkelijkheid bijvoorbeeld zo'n Trump voor een deel van die Latino's of die zwarte gemeenschap ook kan zijn, dan gaan we weer terug, ja. Van Make America Great Again. En dat zag je bij die dame, die Clarence, hè? Candace, ja. Candace Owen. Gewoon conservatieve stemmen in die kring. Dat je dus een vorm toch ook van gemeenschappen, saamhorigheid krijgt. Ja. Ook als toekomstbeeld. En waarin niet slachtofferschap of onderscheidenheid of polarisatie leidend is. Hè? Dus, maar goed, dan betekent het toch dat je een doorleefd idee, en dat vinden we uit nu opnieuw, van wat burgerschap betekent. Nou ja, over al die verschillen heen. Ja, absoluut, maar goed. Absoluut. Laat ik zeggen, als ik iets heb geleerd van Amerika, dan is het wel dat die geschiedenis verloopt van vermijding, het langs elkaar heen leven en elkaar niet raken, via conflict naar nieuwe vormen van verbeelding, accommodatie. Ja. Dat conflict zitten we nu middenin. Maar als ik gewoon één voorbeeld noem, gewoon Zwarte Piet. Mm-hmm. Ik heb daar helemaal geen probleem mee. Zolang dat op een geweldloze manier mensen dat aan de orde stellen en zeggen van, dit ervaren wij als krenkend. Kunnen jullie dit feest met zijn rituelen zo aanpassen dat het voor ons ook een feest wordt? Dat is een vorm van toe-eigening in het conflict die in principe de horizon van de samenleving kan verbreden. Dus waar het om gaat is natuurlijk dat mensen blijven nadenken over de vraag, hoe kunnen we die verandering doormaken? Kijk, als de kanon in Nederland, Anton de Kom. Ja, maar de andere kant. Ik heb dat boek, ik breek hem even in. Want de andere kant is dan, mijn ouders zijn geen racisten die 40 jaar lang een racistisch ritueel hebben opgevoerd. En dat is... Tuurlijk. Kijk, dus dat gesprek moet je dus voeren op een manier waarin je niet de kwale trouw bent, maar waarin je zegt, goh, we vinden het toch kwetsend. Maar het verandert natuurlijk door, dat zo gaat het altijd, hè? Ik ben wel een kind van de jaren 60 en dat herken ik dan toch echt wel. Dingen veranderen ook door ze op een scherpe manier aan de orde te stellen en niet helemaal in te pakken en op alle gevoeligheden van iedereen voortdurend te letten. Maar uiteindelijk moet je daar natuurlijk overheen willen reiken. Maar nogmaals, en dan vind ik dus de kanon een geweldig positief voorbeeld. Want je ziet hoe die kanon, daar zit een idee in van wij delen een geschiedenis in dit land. Het is interessant om daarover na te denken, om dat over te dragen. Een onderdeel van die geschiedenis is bijvoorbeeld nu Anton de Kom. Die het boek Wij Slaven van Suriname heeft geschreven, dat ik iedereen zeer kan aanraden. Indringend, prachtig boek.
En ik zie daar ook niet ontzettend veel oppositie tegen. Dus dat is mijn zoektocht. En dat had ik ook in dat gesprek wat ik had afgelopen weken met Arthur Kibbelaar, die diplomaat. En dan zegt hij, ja, ik ben daar niet zo mee bezig of mensen zich comfortabel voelen bij die verandering. Dat snap ik. Hij wil gewoon radicaal bepaalde vragen aan de orde stellen. Maar ik ben daar wel mee bezig. Want ik wil ontzettend graag dat mensen die verandering niet ervaren als we raken ontzettend veel kwijt. Maar dat we dat kunnen ervaren als onze horizon wordt breder. En dat kan alleen maar als je een idee van burgerschap met elkaar deelt. Niet als abstractie, nee, maar als geleefde werkelijkheid in het onderwijs. Op alle andere plekken in ons land waar dat gestalte krijgt. Nou, dus daarom is het zo belangrijk dat politieke partijen ook in de manier waarop ze kamerlijsten samenstellen, natuurlijk proberen wel die verandering zichtbaar te maken. Gewoon interessante mensen, nieuwe stemmen te laten horen. Dus op het moment dat die partijen, maar op alle andere plekken in Nederland, dat bewustzijn hebben van het Nederland verandert en dat het alleen maar, dat het dus ieders belang is om het nieuwe talent wat er is, om dat ook gewoon volledig een kans te geven, dan ben ik daar niet zo pessimistisch over. De tribalisering komt natuurlijk voort uit de zwakte van een gedeelde burgerschapscultuur. Absoluut. En daarmee heb je dus ook een toekomstbeeld. We moeten het gaan afronden, Paul. Dus de tijd zit ons op de hielen. Ik wil je hartelijk danken voor dit uiterst actuele en relevante thema. Graag gedaan.